Braderij Vader Lange Gust verwelkomde de genodigde en zijn spitsbroeders van de Zwanengilde in de bovenzaal van Café Thalia. Nadat de tongriemen gesmeerd waren, zong burgemeester Verbist de lof van het nieuwe initiatief dat volgens hem de gemeenschapszin bevordert en solidariteit in de hand werkt tussen ambachten en neringdoeners. Hij hoopte tot besluit dat de braderij veel succes tegemoet ging en in de komende jaren zou kunnen herhaald worden. Nadat de pleegmoeder van de gilde, Riri Hansen en mevrouw Verbist in de bloemetjes waren gezet, knipte de burgemeester de braderij open. In optocht ging het dan door de Bergstraat, die voor deze gelegenheid autovrij werd gehouden. Verschillende attracties werden ingezet door de drumband uit Koningshoit, waarvan de knappe majorette heel wat bewonderende blikken kregen. Belangstellende van elke ouderdom en koopkracht ontbrak het zeker niet. Dat er ook kopers waren werd bewezen door bakker Lintermans, die zijn voorraad snoepgoed, bestemd voor 2 dagen, reeds de eerste avond uitverkocht. Maar ook andere handelaars deden gouden zaken. Overal waren handen tekort om het kooplustig publiek tijdig te bedienen. Het moet gezegd worden dat de neringdoeners wel degelijk werk hadden gemaakt van hun stand.
Tot laat in de avond kende de Bergstraat een gezellige drukte. Daartoe werd in ruime mate bijgedragen door het optreden, nu eens hier, dan weer daar, van de vrolijke schuppenboeren en de volkskunstgroep Wiegeloo.